Nou, ik... Ik was met mijn vriendinnen in mijn twintiger jaren. En we hadden mijn schoonouders uitgenodigd om vrijdagavond te komen eten. Ik kom uit mijn werk en het was een beetje mijn middeltjes uitproberen tijd. En ik had een GHB'tje genomen. Wat? En ik, oh, op vrijdagmiddag een GHB'tje? Ja, je hebt op weekend wat lekker chillen. Je bent nog jong. Nou ja, ik weet niet of je het gevoel kent, maar je wordt er nogal lekker loom van. En ik ben opgewonden. Ik denk, geef er een swingeltje aan, weet je. Ze zijn er toch nog niet. Zometeen douchen en klaar. En ik ben klaar, jongen. Ik lig op dat bed met mijn broek op mijn enkels, mijn penis in mijn hand, kwak op mijn buik. En ik ga gewoon nokkie. Wat is dit, papa? Oké, toen? Nou ja, mijn vriendin, ik op thuis met mijn schoonouders. En die zien mij in volle naad liggen op dat bed. En mijn vriendin toen, was not amused. En dit soort, ik weet nog, ze maakt me wakker met een wokpan op mijn buik. Dat was nogal koud. Ik denk, wat? En ik word wakker en ik zie mijn schoonouders in de deur staan, jongen. Ik denk, nou. Wat moet ik hier dan mee? Ja, nee, dat dacht ik ook. En ik moest toch met ze eten. Wauw, Wouter. Het beste verhaal van Nederland misschien wel, hoor. Nou ja, ik weet het niet, maar...